Oké, vraag van de dag. Welke vraag gaan we vandaag aanpakken? Vandaag hebben we, een hele mooie. Rudo, ik zou graag proactief leven. Nu eerst, voor alle duidelijkheid, wat is proactief leven? Dat is eigenlijk de eerste eigenschap van Covey. En dat is de eigenschap die zegt dat je altijd het stuur in handen hebt. Je kan altijd zelf beslissen. Je kan niet altijd inschatten de dingen die je overkomen, dat heb je niet altijd in de hand. Maar hoe jij erop gaat reageren, heb je wel altijd in de hand. Dus zoals hier staat, de persoon met de twee appels. Het kan zijn dat de persoon tegen hem zegt van ja, die rechts is echt de lekkerste, je moet die pakken. Maar eigenlijk kan je zelf kiezen welke appel dat je gaat pakken. Sterk gesimplifieerd natuurlijk. Maar dat is eigenlijk een oefening en dat is zeker, let er vandaag een keer heel goed op. Dat gaat over de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. En wat is de cirkel van invloed? Dat is alles wat jij zelf kunt beslissen, wat jij in de hand hebt, waar dat jij sturing over hebt, beslissingsbevoegdheid. Het kan gevolgen hebben in je cirkel van betrokkenheid, maar de keuze zit in je cirkel van invloed. Cirkel van betrokkenheid zijn alle dingen die rond u gebeuren, die wel invloed hebben op uw gemoedstoestand. Dat zijn zowel de positieve dingen, dingen die u gelukkig maken. Als uw vrouw een complimentje geeft en of uw man, uw partner een complimentje geeft en je hebt er een goed gevoel van, dat is uw cirkel van betrokkenheid en in uw cirkel van invloed kan je daar iets mee gaan doen. Ook negatieve dingen natuurlijk, de kinderen die jou aan het opjagen zijn of uw baas die jou aan het opjagen is, zit in uw cirkel van betrokkenheid. In uw cirkel van invloed zit eigenlijk hoe dat jij daarmee aan de slag kunt. Zoals in een van de vorige tips ook al zat, het is te zien in welke volgorde dat je het aan het bekijken bent, heb je bijvoorbeeld de hoogbegaafdheidskenmerken, dat zit in de kern van jouw cirkel van invloed, want dat is wie dat je bent, dat is jouw identiteit. En dan heb je bijvoorbeeld jouw kritische houding, om er een te pakken die heel veel benoemd wordt, of je rechtvaardigheidsgevoel is ook een waar dan nogal mensen welke tegenbotsen. Maar kritische houding, dat is uw cirkel van invloed. Er gebeurt iets rond jou. Vanuit jouw identiteit. Ga je dat kritisch bekijken, dan ga je dat toch vragen stellen van ja, maar is dat, en klopt dat eigenlijk wel? En waarom vragen die dat eigenlijk wel? Dan moet je terug gaan connectie maken met hetgeen dat rond jou gebeurt. Want het zit in uw cirkel van betrokkenheid wat dat gebeurd is. En dan moet je heel goed nadenken. Wat in jouw cirkel van invloed? Eén, moet je beslissen. Choose your battles. Is dat iets dat belangrijk genoeg is voor jou dat je daar een verschil in wil maken? Anders kan je beslissen om dat los te laten. Er zijn andere eigenschappen van Covey waardoor dat je die beslissing kan versnellen. Maar op zich is de keuze volledig aan jou. Voor de welke wil je stappen zetten en voor de welke niet. Heb je beslist om met jouw kritische houding rond een bepaald ding dat gebeurt er verder in te gaan? Dan kan je verschillende stappen zetten. Je kan nog zelf extra onderzoek doen. Je kan een keer gaan achterhalen van wat zijn eigenlijk de drijfveren van de persoon die die beslissing genomen heeft. Gaat ervan uit dat die persoon het met goede bedoelingen beslist heeft, vanuit zijn perspectief, omdat hij of zij een bepaald doel wil behalen. Probeer je eerst in te leven in wat dat doel is. En kijk dan, wat kan ik in mijn cirkel van invloed dan doen om ofwel dat doel van hem nog scherper te krijgen. Als dat doel een positief doel is, hoe kan je dat vanuit jouw cirkel van invloed gaan aan meehelpen, gaan aan sturen? En hoe kan je vanuit dat perspectief met die positieve ingesteldheid in dialoog gaan met de persoon die een bepaalde beslissing genomen heeft? Het is natuurlijk heel abstract, omdat we natuurlijk niet uit coaching of uit groepstrajecten heel concrete cases kunnen maken. Maar ik denk dat ieder van jullie wel al een keer zoiets heeft meegemaakt waar dat jij met een kritische kijk naar keek en toch niet mee akkoord was, of toch het gevoel had dat er iets niet snor was. Kijk hoe dat je vanuit jouw cirkel van invloed daar één kan beslissen dat je er iets aan gaat doen, en twee beter in kaart kan brengen wat het andere perspectief is. En dan stap drie, kijken hoe kan je in dialoog geraken en hoe kan je er een win-win van maken zodanig dat je eventueel wel beslissingen kan bijsturen, maar op zo'n manier dat ook de andere persoon of zijn doel bereikt heeft, of tot het inzicht gekomen is dat het doel niet helemaal correct zou zijn. Ik zou zeggen, is een hele pittige, komt heel regelmatig voor ook, maar het is ook de krachtigste tool binnen binnen het boek van Covey, omdat als je weet dat je altijd zelf kan beslissen,
gaan er een heleboel deuren open en gaan er een heleboel frustrerende deuren toegaan. Dus ik zou zeggen, kijk vandaag al weer naar iets wat je in opjaagt of iets wat je heel gelukkig van wordt en kijk dan binnen uw cirkel van invloed. In het geval dat iets is waar je gelukkig van wordt, hoe je dat kan bevestigen, bijvoorbeeld dank u zeggen of een complimentje teruggeven of een bloemetje kopen als je een complimentje gekregen hebt naar uw vrouw, naar uw partner toe. Of als het iets negatiefs is, hoe kan je vanuit je cirkel van invloed of beslissen dat het jouw oorlog niet is en dan echt bewust loslaten. Dat wil zeggen dat je daarachter je deur niet meer in gaat opjagen, anders heb je het niet losgelaten. Of dat je binnen jouw cirkel van invloed de ontdekkingsreis aangaat om de drijfveren van de anderen te vinden, het doel van het andere te leren kennen en dan te kijken van hoe kan ik daarin ondersteunen of hoe kan ik dat bijsturen, maar vanuit een constructief perspectief. Ik zou zeggen, veel succes. Heel benieuwd ook welke cases dat jullie nog al een keer tegen aan botsen. En weet dat je alle doelen die we al opgenomen hebben, dat je die samen kan vinden op onze website onder doelen.gromicoach.be. Veel succes en we gaan wel een volgend doel pakken de volgende keer. Hè. Doei.